Morgen zat er ook wat in het verschiet, maar dat zeg ik nog niet. Ik kom wel iemand te zien, dat is mijn eigen vlees en mijn bloed. Maar die wil dus geen mama zeggen. Nou, dan weet je denk ik wel een beetje genoeg. Ja, dat is weer even geregeld door een regulateur, laat maar zeggen. En ja, dan weet je denk ik ook wel wie. Maar ja, met die banen dus, ja. Huppetuppetup. Op het papier blijft het schoon. Daar heb ik dus het bij gekocht. En dat is dit ding. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna de Beestenboel. Eer dat ik jullie erbij haal. Ja, het is vrijdag de 8e februari 2024. En we leven alweer om 3:12. Ja, ik kreeg telefoon en alles. En er was van alles en nog wat bezig. Dus ja, daarom pak ik jullie zo laat bij. Ik kan er ook niks aan doen. En ik moet opschieten, want ik moet de meisjes ook nog uitlaten. Die hebben ook, wat dat gaat, pech gehad dat het zo laat is geworden. En ik had ook mijn zwager nog aan de telefoon, ook leuk. Maar ja, je verwacht het allemaal niet. Dus ik ga de meisjes uitlaten en dan hoop ik dat ik de winkel nog op tijd open vind. Maar ja, die is meestal tot 5:00 open. Maar ik zou vandaag langskomen met mijn kat. Ik rok bij die 2 rode banen om te kijken of ik daar wat anders bij kan vinden. Dus ja, die heb ik meegenomen, die rok. Naar beneden, dus we gaan aan de wandel de meisjes even uitlaten en daarna pak ik de scootmobiel en ik hoop gewoon zo dat ze wat heeft voorbij. Ja, dat hoop ik gewoon, want ik wil dat weer eens aan. En iedere keer mijn zwart bij aan te hebben, vind ik ook niet fijn. Ik wil ook dat bordeaux rode kleur erbij zien te vinden. Maar ja, dat is nog een heel punt, ja. Dus we merken het wel en we zullen het beleven. Dus ik ga er gewoon er even zo meteen op uit met de booster en dan zien we het wel weer. En ik hou jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte. Ja, moet wel, hè. En dus, maar oké. En morgen zat er ook wat in het verschiet, maar dat zeg ik nog niet. Ik kom wel iemand te zien, dat is mijn eigen vlees en mijn bloed. Maar die wil dus geen mama zeggen. Nou, dan weet je denk ik wel een beetje genoeg. Ja, dat is weer even geregeld door een regulateur, laat maar zeggen. En ja, dan weet je denk ik ook wel wie. Maar ja, we zullen het beleven, we zullen het zien en ik merk het vanzelf wel. Ja toch, ik hou de eer in ieder geval aan mezelf. En we gaan het gewoon beleven. Ja? Ja, kind? Ja. Maar in ieder geval, voor nu zeg ik een hele fijne middag verder. Geniet ervan. Het zonnetje schijnt hier. Of bij jullie zoiets. Weet ik dus niet. Maar ik hoop van wel voor jullie. En ja, ik heb mijn kettingen om. Ik denk al, heb ik mijn kettingen niet om? Ja, ik heb er maar 1 om. Hoe dan? Moet ik weer naar boven? Kijk, dat heb ik weer. Ja, dat komt omdat ik met mijn zwager aan de telefoon zat. Nou ja, ga ik weer even naar boven, doe ik die anderen ook even om en dan huppelplup, ga ik er vandoor met die meiden. Ze zeggen, hoeveel graden is het? 8. Staat daar, computer gek niet aan. Hier staat ook 8, even verversen. Het voelt als 4, zegt hij. Dus het is wel koud. Nou ja, we merken het wel en ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Zit er lekker. Mooi mee op het kussentje, hè? Ja, jouw troontje, kind. Ja. Naomi ligt ook lekker, hè? Ja. Jullie liggen zo lekker, hè? Jullie zijn zo lief, hè? Ja. Maar ja, oké. Ik ben dus eventjes ook weg geweest met mijn rok.
Ja, die Coptic Rock weten jullie wel, met dat bordeauxrode kleur erbij in. Dat was even te... Nee. Dat was deze rok, die ik vorig jaar had gekocht. Die heb ik ook al aangehad en al. En die heb ik moeten vermaken omdat het maat olifant was. Ja, nou, toen was hij mij veel te wijd. Dat viel van me af. Dat viel zo naar beneden. Maar ja, met die banen dus, ja. Huppetuppetup. Op het papier blijft het schoon. Daar heb ik dus bij gekocht. En dat is dit ding. Toch leuk wat erop staat, weet ik niet. Er zit geloof ik een rits, ja, twee ritsen erin. Zoals een king wat erop staat. Good morning, let's begin this day. Goedemorgen, laten we beginnen met deze dag. Nou, ik vind hem wel wat hebben. En hij is leuk. Ik weet niet of die rits open kunnen. Ja, maar het zijn geen zakjes. Nee. Er zit wel een stukje stof erachter. Die ritsjes zijn er gewoon opgemaakt. Als zeer. Maar hij staat er wel heel mooi bij. Hup. Moet ik het even zo, denk ik, even houden. En dan moet ik die trui erbij. Dan ben je weer alleen en dan kan je dat weer niet doen. Maar het staat wel chic en heksachtig, werd er gezegd. Chic en heksachtig. Ja, ken je dat? Ja, dat zei ze. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Dat wil ik eigenlijk morgen aandoen. Met wel een warme legging eronder. Ga er eens af. Weg. Met een warme legging eronder. Want het zal wel koud wezen. En dan zien jullie het morgen dat ik het ook aan heb. Dus. Ja. Maar hij is leuk. En ik, ja, hij is van achteren wat langer dan aan de voorkant. Maar ik denk zomaar. Denk ik zomaar dat ik hem. Ja, ik weet nog niet hoe ik hem dragen ga. Of eroverheen, of erin. Of over de rok, of in de rok. En dan een klein stukje laten bloezen. Weet je wel? Maar hij staat er heel mooi bij. Het is dezelfde kleur rood. Kijk, zo kunnen jullie het ook zien. Ja, toch? Past toch mooi perfect? Ja, vind ik van wel. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja. Ik kreeg ook nog korting op de trui omdat ik de vriendin ben. Dus ja. Helemaal goed. Nou, dan gaat dit gewoon mee naar boven. In het zakkie. En dat komt vanavond wel om mee naar boven. Een simpel zat. En ik heb net de kachel weer aangedaan, want het wordt koud. En ik ga zo meteen even mijn vlog delen. Maar dat gaat allemaal weer heel anders dan vorige week. Sinds deze week hebben ze de hele boel omgegooid. Ik kan niet meer via YouTube de groepen aanklikken waar ik het naartoe wil hebben. Nee, dat wil niet meer. Nee. Je komt nou op Facebook zelf terecht en dan moet je het daar gaan delen. Ja, dan kan ik beter net zo goed de link pakken en dan naar Facebook gaan. Hij hetzelfde. Dan moet je, normaal kon je de groep intypen, de groepnaam of gewoon één of twee letters en dan ging die naar die groep toe en het ging allemaal zo automatisch en dan moet je
Hoe dan? Hé, kan wel. Ja, jij bent lief, man. Dus ja, bezond beleef. Ik ga het... ik probeer het iedere dag weer even om te kijken van... Doe je weer normaal? Of moet ik nog weer even er naartoe? Kom dan. Ja. Wat moet je dan? Wat moet je dan? Kereltje. Lekker ding. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga opschieten, want ik probeer 2 vlogs in elkaar te zetten. Want morgenmiddag tussen 1 en 2 word ik opgehaald. En hoe laat ik thuis kom, dat weet ik niet. Nee, en het ligt er ook helemaal maar aan hoe de dag verloopt. Als er ruzie ontstaat, nou, dan kun je mij opvegen. Ja. Ik laat niet met me zollen. Nee. Maar in ieder geval, dat komt wel hopelijk allemaal goed. Er zijn meerdere mensen bij. Dus ik ben niet de enigste. Hé, lieve schat? Nee, ja. Lieve. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder. En ja, ik ben momenteel niet helemaal oké vanwege de spanning vanwege morgen. Wat er gebeuren staat. Jullie weten het nog niet. Maar ja, we zullen het gewoon beleven, ja. Ik ken er nog niks over zeggen. Nee. Dat gaat het er nog niet worden. Nee. Maar ik hoop dat het wel een gezellige middag gaat worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor de anderen. En ook voor jullie. Want jullie gaan mee. Dus ja. Hé? Ja? En jullie blijven thuis, hè? Ja, jullie blijven met je drietjes thuis. Jij boven, de meiden beneden. Hé? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga lekker aan het werk en... Ik zou zeggen, geniet jullie maar verder van jullie namiddag. Ja, smakelijk eten, bon appétit. Ik ga straks ook, ik doe eerst nog een bakje koffie daar en dan ga ik ook eten. En dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Ik zou zeggen, lieve mensen, geniet van alles en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga weer even met de meisjes lopen. Ik wil bij tijd naar bed. Als ik terugkom, dan ga ik de camera eerst even legen. Want die heb ik wel weer nodig, ja. En het is morgen alweer zaterdag, toch? Ja, het is vandaag, is vandaag vrijdag. Morgen dus alweer zaterdag. Dus alweer een nieuwe week gaan we tegemoet. En deze week moet er even weer af. Want dan kan ik met de schone lei beginnen. Ja, ook dat moet wel gedaan worden. Ik ga lekker even met de meisjes lopen. En ik ben ook wel moe. Ik heb vandaag, jongens, ik heb hele erge hoofdpijn gehad voor ongeveer plus minus een uur. En ik zag het allemaal even in me zitten. Ik denk, wow, wat is dit? Het kwam ook van uit het niets, kwam het opzetten. Het was in één klapboom. Het is ook weer gezakt. Het is nog wel, maar het is gezakt. En ik kan het nou handelen. Ja. Die zegt 5 graden. Dat is mijn mobiel daar. En de computer zegt ook 5 graden. Nou, waarom doet hij niet wat ik wil? Hier zegt hij 6 graden. Maar we gaan kijken. Ja, hij zegt nog 6 graden, maar het voelt wel aan als 1. Dus bitter koud. Ja, dus, maar dat komt wel allemaal goed. Ik ga even eerst zelf naar het toilet toe en dan ga ik me klaarmaken om te lopen. Ja, want de meisjes die willen ook nog. Ik zag het wel hoor, dat jij Kandalf een kusje gaf. Ja. Ze
Vrouwtje, ik zag dat Elwin Kandalf een kusje gaf over de leuning heen, hè? Ja? Dat zag ik net op het nippertje. Ja, dat was zo'n mooi gezicht. Dat Elwin dat deed. Ja, jullie zagen het net te laat. Ik zag het ook net op tijd, ja. Maar ja, in ieder geval was wel even een lief gezicht. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie ook allemaal een hele fijne nachtrust toe. En wel terug te slapen, lekker met mooie dromen uiteraard. En morgen ook allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ik hoop op heel veel mooi weer voor ons allemaal. En ja, jullie weten het ook. God, die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, lieve vrienden. Doei, doei.